Een hele goede avond, welkom hier bij Drukke Gamer. Ik zou zeggen, wij gaan naar een paar rijden. Ik ga straks inschakelen bij de VTC waar ik bij zit toevallig. Bij mijn collega's. Dus dan we gaan even de motor starten. En dan ga ik mijn collega's er even bij halen. Nee, dat zal wel december worden, want zou die eigenlijk nu al in de open beta moeten zitten. Dan hebben ze nog een paar weken de tijd om de laatste bugs eruit te halen voordat ze hem kunnen releasen. Dus dat zal deze maand denk ik niet meer gebeuren. Ik heb een bumperkleper achter me zitten. Ja, ik zie het. Moest de remote tanken? Nope. Nou. Ik heb nog een halve tank. Nou. Nog drie kwart. Iets meer. Nou, drie kwart ongeveer. Gaat makkelijk redden. Volgens mij is dat die Mercedes die net op de blur, die net in kon voeren. Volgens mij zit die nu achter mij.
die schotel. Ik heb een maaltijdsoepje gegeten. Mijn eigen gemaakte herfstsoep. Veel goed moet je zeggen. Nu ziet ergens aan van de kant gaan. Zit u net naar de wc? Zo. Ik rijd net een rustplaats voorbij. De volgende rustplaats. Was ik pas in de. Nee, een tolbrug. Of tolpoort. Dat is haast. Die hele truck die achter rijdt, die haalt niet in, die blijft netjes achter ons rijden. Ja, maar je hoort het niet. Misschien durf je niet voor beesten en dan wil je even voor je rijden. Ja, meerijden, maar... Je hebt duidelijk de beschrijving niet gelezen. Kom maar rustig, we moeten nog 8 uur rijden. Dus je hebt nog al de tijd van de wereld. We zijn zo snel mogelijk terug, hoor. Ja. Op Steam is Car Mechanic Simulator 2015. Dus daar krijg je 2,47 €. Nou, we zullen kijken. Ik heb hem gekocht, maar een hele berg DLC's erbij. Ik was nog geen 5 euro kwijt. Okay.
Ik ben er weer. Sorry, maar ik wou het eerder zeggen, maar dat kon ik het even in, maar ik heb het even heel snel naar de militaire voorzieningen gerend. Even mee zit aan het einde van het internet vandaag. Die nu ons inhoudt, die heeft een beetje lek. Pas op. Die heeft dus een behoorlijke lek. Eerste building rij. Ja, dat was de enige red die ik me had, dus ja. Wie heeft er Ziggo? Ik niet. Ik wel. Ik heb wel Ziggo, maar wel het duurste abonnement van. Ik heb het net. Ik had KPN, maar daar ben ik vanaf gegaan, zou ik zeggen. John, telenet is beter. Ik woon hier in Belze. In Belze? België bedoel je? Ja, in Belze. Even schatten, ik rijd nog maar 70. Ja, zit hier maar 510 pk motor in. Ja, en? Ik heb 35, is ook niet echt veel meer of zo. Ja, maar ik bleef gas geven, dus... Check, welkom terug.
Houden zit er aan te denken om over te stappen naar KPN. Ik mag even mijn geld voor. Zelf van KPN, maar dan. Even zien, een fotootje maken. Goedkoper. Pas op, die truck met je dek komt er weer aan. Ja. Die zit in de chat, ja. Ja, ze leren het ook nooit. Nee. Soms heb ik muziek aan, maar soms wil ik ook wel eens horen wat mensen zeggen in de game. Goedenavond, succes met mappen. Dan moet je die dingen uitzetten. Die tripper of zoiets. Ik weet niet wat dat noemt. Wat noemt dat soort dingen? Ik kan beter met de lading rijden dan zonder. Ga je dat doen? Repbesturing. Heeft er toevallig iemand de trek gehad mee? Nee. Oké, dan maar pas los. Ik ga toch niet zeggen dat iemand in de lelijke hok rijdt, hè? Ja, maar. Ja, dat is tussen de lelijke hokken. En mijn power.
Ik vraag me af als dat komt dat die besturing uitvalt. Kan dat alleen maar bij multiplayer. Waar stuur jij mee dan? Dat is een borst. Niet uit kunnen vallen. Nou, weet je, maar soms bij wel die de ding is niet aanpakken voor die sturen. Je USB-stekker die niet helemaal lekker in de computer zit. Ja, het is maar kabel. Dus die kan er goed in zitten. Ik wou controleren dat ik dacht voor die box laten sluiten voor de vogels. Dus als al de kabels goed zitten, dus. Maar ik heb dat alleen maar tijdens multiplayer dat die ja, dat niet meer kan sturen opeens. Op de singleplayer heb ik daar geen last van. Hey Simon, goedenavond. Een hond met vier poten. Ja, er zijn heel veel verschillende soorten in. Hey, jij bent net een chihuahua. Wat? Als je wel iets van de chihuahua af hebt. Waarom? Mijn MP dus. Ga je report. Ah, ja. Een tackle. Hé, John, nog 4 uur, jongen. Tackles zijn best wel laag, hè, en de worstelpootjes. Hot dogs. Dat ik al gehad thuis. Yorkshire Terrier, ah ja, dat is wel een leuke beestjes. Lowrider hond. Alleen kijkers zijn ze stond eigenlijk als iets. Mijn zus heeft er ook eentje. Tackle? Ja. Ja, die kunnen best eigenwijs zijn. En Dennis, als je soms ziet dat ik, nou, het lijkt op een leg spike, maar dat is niet. Dat is gewoon een snelsafe dat ik gebruik. Dat doe ik altijd voor het geval als ik ergens kan vastzitten dat ik niet naar de garage moet. Toen dat je het weet. Je hebt inderdaad wel iets wat lijkt op Lexbikes. Mm-hmm. Dat is gewoon snelheid dat ik gebruik. Dat is het hier echt. Uit het 5 andere spelers, als je dat continu verbruikt, dan gaat Dennis remmen en dan moet ik ook remmen. Dan moet ik heel snel uitkomen. Ja, daarom dat ik dan ietsjes sneller rijd dan dat we hier een snelheid voor die snelsafe te gebruiken. Mag je dat soort technieken niet gebruiken? Nog. Kun je ook gebruiken. Maar ik doe dat gewoon voor het geval als we het. Die besturing het weer niet doet. Dat ik dat ik niet heel naar de garage moet. Want de garage kost ook geld. Ja, ik stel ik zou nog scroll op gaan drukken. Er zit er geen die achter mij zit in mijn trailer. Oh, ik dat ben ik.
Dan gebruik ik die snelschijf alleen als er genoeg plek tussen zit tussen de trailer en de andere speler. Nou, en mocht je trouwens in, straks in een VTC zitten, dan mag je snelschijf ook niet meer gebruiken, want dan logt die rit niet. Nou, lol, die is leuk. John, we zaten een aardappel in de puree. Nou, je weet meer van wat er gisteren is gebeurd, hè? Blijkbaar zat de boekeigenaar erachter. Dat zal ik eens niet. Mijn hobby is karten, zegt Jack Games. Dat wilde ik vroeger ook gaan doen, maar ik mocht het niet. Ik heb me wel even tanken. Twee dingen willen worden, autocoureur of wielrenner. Oh, ik ga doorrijden. Wielrenner mocht ik niet worden omdat ik niet op een fietsclub mocht, want mijn ouders zagen dat als individuele sport en ik moest toch iets van een groepsport gaan doen. Toen wisten mijn ouders nou op wielrennen af. En karten mocht ik niet, want het was te duur. Ik had het geluk. Precies voor mijn neus ging mijn slagboom dicht net bij dat spoor. Ja, ik zag het. Ik gaf net expres even een spuitgas. Stond je net wachten bij de trainer of niet? John. Nee, ik ga jou wachten, Dennis. Okay. Ja, ik weet niet wat er achter mij gebeurt. Dus. Dan moet je ook af en toe in je spiegels kijken. Ja, dat is dan juist. Mijn speels zijn beperkt op een of andere manier. Goeie aanpassing, instelling. Ja, nog 2 uur. Rijden. Dan hebben we eruit van iets van in de 30 uur op zijn. Yes. Ach ja, dat valt me reuze mee. Ik heb al een keer een rit op American Truck Simulator gedaan van meer dan 70 uur. Aan een stuk doorgereden. Mop of niet? Ja, dat was bijna heel Amerika erop. Als je nieuw Scania is, hè? Dan ga ik ook mijn kenteken veranderen. Dan pak ik het kenteken van mijn eigen truck. En plophoek dus. Mijn karten is leuk, ja, dat is leuk. Eurotrucks is ook leuk. Ja. Ja, dat is ook een groep sports, samen rijden.
hele her... Yo, Jesse. Goedenavond. Kunnen we even naar de benzinepomp, als die aan de juiste kant ligt? Hopelijk. Tuurlijk ligt hij weer aan de andere kant. Wij proberen altijd met benzine boven de 500 kilometer te houden. Ik heb nog een diesel voor 450 km per uur. Ja, kilometer. Ja, wanneer we er zijn, had ik gekeken als er mijn toetsenbord dan aan is. Want opeens doet hij wel heel raar. Morgen nog een keer ETS 2 en vrijdag ATS. Ja, als Truckers en PS gaat updaten, dan hebben we vrijdag ATS. En anders niet. Ja, want met die dingen is er op een of andere manier geen vraag. Zo een gewone vraag. Dus hebben we een gewone vraag, ik heb ook geen externe door die World of Trucks. Komt een man een fiets de winkel binnenrennen en vraagt, mag ik alsjeblieft even belden, ga uw gang meneer, er zijn fietsen genoeg. Wie kent Roblox, ik ken het wel, maar ik speel het niet. Of vraag je dat aan Thijs? Dat is... Hier is de benzinepomp thuis. Eigenlijk 40 minuten en 40 kilometer. Oké. Weet je het wel? Nou, ik heb nog, kan nog voor 380 kilometer rijden. Kijk, want straks gewoon bij de garage ook wel zeker uit. Ja, je kan dat. Kijk, dan haalt als paar van meer garages te kopen. Heet je dan FS15GE op Roblox of op Steam?
Je speelt er nu nog Roblox. Oh, ik heb dat vroeger nog een keer gespeeld, heel vroeger. Ik speel al meer dan 5 of 6 of 7 jaar meer. We zijn er. Dus, een rit van meer dan 30 uur zit erop. Ah, we laten het meer dan een uur overdaan voor deze rit. Ja, namen verzinnen als ze uniek moeten zijn op sommige games, dat is wel lastig. Ja, dat weet ik. Is me gisteren uitgelegd. Ik ga trouwens op een andere repair. Ik ook trouwens, ik zag dat ik beschadigd was, zou wel de banden zijn. Ja, Thijs, slaap lekker.
valt een Nederlander van de trap. Er komt een Engelse dokter naar hem toe en vraagt hoe die viel. Een Nederlander zegt plat op mijn bek. Komt er nou net nog iemand meer rijden, hoor ik, of niet? Ik zie twee groene stippen staan. Dus volgens mij zat Rai ook al bij de garage. Volgens mij, ja, ik zie tegen een goede pick-up bij de repair staan, ja. Niks daar al bij de koopgarage waar we een tijdje verzamelen. Ik heb even niet pas betreden. Het is de boek ter wereld, 12 euro Duitse humor. Van die boer en de koning, die kende ik al, die is vorige week voorbij gekomen hier in de chat. Oh, Roosje erbij. Van die Michelin poppetjes op mijn grill zitten. Ik ook. Riedals in 1 MAM.
Ja, klaar voor iedereen. Lekker wel. Ja. We kunnen met een gravertje naar Torino in Italië. Ja, klopt, die heb ik. Graven 500. Yes. Die zie ik ook op de eerste bladzijde. Die moeten we lossen bij Transnet, klopt dat? Yes. Heb je die ook, Matthias? Oké. Torino, toch? Torino, ja. Heb je hem? Ben aan het zoeken. Ja, ga aan. Ook al aangepakt. Tja. Of die net zo hard voor als achteruit komt. Jazeker. Yes, wat stel jij geparkeerd? Op de wacht.
potentieel. Maar rij gewoon zo traag als ik. Dan kan je niet worden gaan bannen, omdat je stilstaat op de weg. Moet er nog iemand zijn trailer aan koppelen? Ja. Meegames vraagt Rijman, hoe was vandaag je werkdag? Zoals zou ik zeggen. Ik kom het werk aan en wordt er een keer gezegd van, je bent maar een half dag. Dus ik was om 12:15 klaar met werken. Nou ja, dan komt er heel veel toch tussendoor natuurlijk. Even daar naartoe, even daar naartoe. Nou ja, dan doe ik maar rustig aan, want dan ben ik weer eens later in de stream. Heb jij een bochel op of zo? Nee, het toetsenbord is raar, in een andere manier. Of ik koffie lekker vind, want ik heb 2 bekers in. Ja, ik vind koffie lekker. Ah, er is er 1 voor de chauffeur en eentje voor de bijrijder. Ja, ik moet wel denk, toen blijft het iets. Want ik heb nog maar 84 liter. Daarom dat ik juist naar die benzinepomp hou. Wat zit denk ik in de stad, geloof ik? Nee. Dat is bij die upgrade garage, maar ik heb die niet. Ja, probeer het geld te sparen voor zoveel mogelijk garages te kopen. Ach, benzinepomp. Ja, maar even maar zo. Dus, we zijn weg. Matthias, je rijdt dus in Engeland. Je zit hier in. Oh, oei. Sorry. Ja, ik reed te veel in Engeland.
echt een hele verbetering. Ja. Euro Truck 3 is nog beter. Ik zou zeggen, die bestaat niet, hè? Paul? Binnenkort misschien wel. Gaan ze niet uitbrengen. Heeft dit helemaal uitmelken? Ja, om ze geld uit de pot te halen en dan als die helemaal uitgemelkt is, dan gaan ze misschien ooit met de 3 beginnen. Well, ze kunnen Euro Truck ook op een moment te zwaar maken dat er veel computers er niet aan kan. Zal er ook een nieuwe engine gebouwd gaan worden. Maar daar is voorlopig echt geen sprake van. Nou, anders zouden ze geen Italië uitbrengen. Italië nog, Spanje, Portugal. Rusland. Deze landen er nog wel bij komen. Dus ze hebben nog wat te doen. Ja, een stuk van Zweden moet er nog helemaal bij. Noorwegen een heel stuk erbij nog. Kunnen ze ook nog helemaal uitbreiden, ja. Rijden we door. Wat gebeurt er met Matthias? Oh, ik ga eventjes kijken wat er met ons bord is. Moet ik even stoppen bij het benzinestation of doorrijden, jongens? We rijden maar door gewoon. Oké. Okay. Een goed idee, Jack, om als de winter sale is, half december tot begin januari, om dan Euro Truck 2 te kopen, want die is echt dan een heel stuk goedkoper. Via G2A en dat soort HRK games is die al goedkoper. Maar kan je zeggen, heb je al veel betere spelervaring. Ik moet zeggen, ik vond het één behoorlijk saai. Saai ook weer niet, maar het is niet leuk als je in een Mercedes rondrijdt en dat ding heet dan Majestic. Rijd niet te snel voor jullie. Rij 80 en ik zie jullie niet tot de spiegeltjes. Wel in de pap, maar niet in de spiegels. Ik zie ons prima rijden hoor. Lukt het, Thias? Wat? Lukt het? Oh, wat gaat het kijken?
misschien jouw computer aan en uitzetten? Nee, het komt wel in orde vanzelf, zoals gewoonlijk. Maar ik ben wat zoeken van waar dat het probleem komt. Ja, dat denk ik dus juist ook. Ja, die van mij ging ook haperen, mijn ouwe. Toen heeft het nog 2 weken gedaan, toen deed hij niks meer. Wat, bij mij is het nog maar een nieuw. Dat mag helemaal niet. Wat, kijk, gewoon aan de multiplayer bij mij. Want op de singleplayer heeft hij daar niks van probleem mee. Dus even kijken, Niekje. Touromatic is geglitcht. Antwerpen naar Antwerpen, 69.000 kilometer. Welke versie van Logit gebruik jij?
mijn stream is online. Oh. Ja, dan geeft hij bij mij een ook aan, want ik heb jouw stream aanstaan, Dennis. Ik kijk ook met jouw stream ook mee. Ja, hij pakt hem alweer op. Rustig maar, hij is er weer. We zijn weer terug. Dias, hou je ons nog in of kom je naar Miano toe? Maar goed, Niek, de vraag was dus welke versie van Logit gebruik jij? Dat is 2.8. Zou ik gaan updaten naar 2.9? Want 2.8 werkt straks in het geheel niet meer. Vanaf 20 november worden alle voorgaande versies van Logit uitgezet. Maar 2.9 werkt al een heel stuk beter. Knoppen waar je nieuw mag douwen is Alt-Tab. Ja, dat mag bij de nieuwe wel. Maar bij de vorige versie is Alt-Tab F1. Van die knoppen F7 enter best gevaarlijk omdat hij dan raar gaat loggen. En anders even je game log bij mij in. Als je het nog niet opnieuw hebt opgestart, gaan we je game even afsluiten en je game log even bij mij in privé zetten. Straks leeg zijn. Straks heb ik een korte break. Straks leeg zijn. Korte break, Rom. Nou, ik denk dat even kijken hoe lang we moeten. 14 uur. Ik denk dat het laatste rit is.
avond. Dankjewel. Ik rijd gewoon 80, want normaal rijd ik 9 over dit soort wegen, maar nu rijd ik gewoon 80. Je rijdt trouwens achter mij. Ik. Oké, dat ik nu in een keer wel een groen stipje zie.
Was het nog Scania dag of DAF dag? Misschien raak ik wel nog wel aan deze gewoon. Misschien wel een keer een Actros. Mercedes. Ja. Volgens mij heb je er ook eentje, dan moet ik straks even kijken. Ik heb die jonge type, niet die oude type. Volgens mij ook eentje, maar dan moet ik even kijken van waar ik hem heb staan, anders ga ik het jou inkopen. Stabiel. Heeft de OBS wel eens vaker last van? Zeker met die berg op de achtergrond. Ga ik ziet een appeltrosje pimpen? Is nog niet geweest, hè? Nee.
rijden vandaag een duo rit, hè? Ja, dat klopt. Zou, nee, mensen. Hey. Ik ben er weer. Nee, maar die zou vanuit Beverwijk, hij mocht naar Beverwijk geloof ik, en dan zou die teruggaan naar DC, dus het zou maar een heel kort ritje worden. Ja, dat klopt, ja. Dus ik had zoiets van, nou, misschien dat ik er niet ben, en ja, kijken wel. Het kan nog. Hoeveel mensen rijden er vandaag mee? Iedereen die hier in de spraak zit, behalve jij. Oh. Okay. Kijk, dan weet ik dat ook weer. Nog steeds ook niet aanstaande dag. Okay. Oh, dat is even wennen voor mij. Ik mis het 12 van 12 eruit het ding gooi. Dus. Is ook los met je toetsenbord? Ja. Wat is nou het probleem? Wow, een slechte connectie. Van, ja, aan Eurotrucks. Oké. Okay. Oh, hier, ik heb zeker niet als we straks nog recht hebben durven te zeggen. Oh, kijk, die is crap mechanica testen. Omdat het toch in korting staat. Wat testen? Het is geen geld, dus. Ja, het is wel geld, maar ik doe dat niet heel veel. Oh, ik heb van eerst gewoon al die assist erbij gezet. Textel. Car mechanic. Simulator 2015. Ik weet niet wat dat is voor iets. Ik ken alleen Eurotrucks. Oh ja, ik zie dat je dat aan het doen bent, zie ik. Nice. Straks maar kijken op Steam, hij zegt €2,47 voor de Gold Edition. En, voor al die assists samen met de Gold Edition is het iets van €10. Ja, die had ik net niet op mijn Steam staan, dus ik heb vier DLC's heb ik laten zitten. De rest heb ik wel. Leuk toch? Kan je dan ook rijden met die auto's? Ja. Gratis. Ja, op een kwart mijl testbaan toch? Ik heb er vanmiddag al eentje opgeknapt en de tweede is bijna klaar. Kom, daar heb ik het achterste bestel van vervangen. Oh,
toevallig die auto's ook wel staat gehaald, als je zoiets gedaan hebben? Weet ik niet, want ik heb ze staan op de brug. In feite kun je een onderdeel niet terugplaatsen, of niet, je kan niet alles terugplaatsen als er een ander onderdeel niet geïnstalleerd is. Dus. Het zou wel lachen zijn, rij je weg dat ik die auto uit de paal valt. Het zou wel lachen zijn. En als je een bout vergeet erin te draaien, dan wordt het onderdeel gewoon niet geplaatst. Dus. Maar Summer Car, die kan wel uit de car vallen. Nou, het zit er aan een leuk huis. Ja, toen begon moest ik even wat zoeken naar hoe zit dat ook alweer. Was hier wel mee. Marcus. Dat je een testbank kan zetten op een Dynojet. Kun je vermogen testen. Ik ga eerst gloeien in de sandbox. Ja, die heb ik ook. Het is wel net even makkelijker als je begint. Mm-hmm. Nou, dat je er niks van kent, dan ja, zit je in het probleem. Wat me wel valt, ik wil zuiniger rijden dan eerst. Ja, als je normaal gewend bent altijd vol door te blazen, dan ben je nou wel een stukje zuiniger, ja. Normaal rijd ik hier gewoon 90, zo erg. Ik vind dat we ook een leuke vracht hebben. Als het wel een beetje realistisch moet maken, stel voor als je op de kant ligt, bijvoorbeeld je lading eraf ligt. Dat hadden ze eigenlijk ook moeten doen eigenlijk. Nee, dat zou ik niet doen, want dan heb je overal ladingen liggen. Dat lijkt mij echt gewoon helemaal niet fijn. Kijk, ik ben er nu niet op de beton, hè? Ik lees de borden.
huidige verbruik nu dan? Kijken. Oké, dan zien wij de daal. Die drie dingetjes lopen. Zie je de afstand, dus hoeveel kilometer je nog kan op je tank. Dus de middelste moet je hebben. De middelste is 43. Zo. Je zit op 34 rond. En dalend. Zal ik de mij maar niet zeggen. 31 rond. Ja, maar John zit in power modus, hè? Ik ook vrij high in power modus. Het enige wat het doet is meer verbruiken. Ja, het scheelt ook wel aan het optrekken, hoor. En ik kan met mijn gaspedaal kan ik ook mijn eco-modus ook nog omzeilen. Weet je dat voor elkaar? Optrekken met half gas is eco-modus, optrekken met vol gas is power modus. Handig. Dan moet ik straks ook oppassen als ik straks een stuurtje heb met mijn voet. Ik wil ook intrappen, dus. Oh ja, we hebben twee statistieken binnen de VTC waar we op letten. Of eigenlijk waar bijna iedereen op zit te letten. De meeste kijken naar het verbruik. Schade. Ik denk toch dat ik het toch zuinig aandoet. 43 vind je zuinig? Ja. Nou, sta je binnen de VTC, sta je praktisch onderaan. We hebben er lui bij zitten die rijden onder de 30. Ik wil even een experiment doen met die palmbootje, maar ik ga hem ook op eco zetten als het moet, toch? Dat hebben we ook gedaan. Alles uitgezocht. Op helemaal uit, heel die stand, kan ik ook. Is hij gewoon standaard. We hebben gewoon een eco-modus gezet, we hebben getest van of het nou echt uitmaakt, of je nou een 6-bak automaat rijdt of een 12-bak al geschakeld. Druppels op een gloeiende plaat uit. Dus praktisch 0,0 niks. Nou, zo hebben we ook van die dingetjes getest. Ik vergeet hem heel vaak uit te zetten. Stel als ik zo'n heavy halt trailer trek, dan zet ik de power wel aan, maar ik was vergeten terug te zetten toen die uit tijd stond.
dat is dus de reden waarom die zoveel zout drukt. Tellen, zie je niet groen te houden. Zoals ik krijg nu 80 in z'n 6. Dan zit hij net boven de 1000 toeren. En als jij hem in power modus hebt, dan trekt hij hem vol door in het rood. Terwijl het meeste koppel in je vrachtauto zit onderin. Dus hoe meer toeren je draait, hoe meer koppel je verliest. Dan zet ik hem straks ook op de eco. Ik weet niet of het uitmaakt als je met toetsenbord gas geeft. Volgens mij trapt hij dan toch al door, omdat je eigenlijk gewoon vol gas geeft. Ja, klopt. Wij kunnen met het gaspedaal doseren. Met toeren de staat groen tussen de 10 en de 15. Precies middenin staat die. Dan heb je waarschijnlijk in zijn 5 staan. Klopt ook. Ja, een beetje hoger schakel gaat hij in zijn 6. Ik kan je toetsenbord, hè? Ja. Heel goed op instellen dat je omhoog en omlaag kan schakelen. Dat is ook een optie. Nu even net iets te laat, maar... Zodra het kan op de cruise control zetten en dan die gelijk opdraait naar 80, dan blijft hij ook in zijn eco-modus. Want de cruise control omzeilt sowieso power-modus. Sorry, ik vergat de afslag. Nou kan ik een keer iemand anders een schild gaan geven. Dit was het niet. Nee, deze keer niet, nee. Ik heb een mooie uurbocht kunnen maken bij de tolhuisjes. Ik ga straks een Mercedes type vanmorgen.
Spirits? Nee, ik denk het niet. Nee. Goedenavond. Hey, goedenavond. Ik heb even een andere headset op hoor. Anders word je helemaal gek van de muziek hier. Hoe is het ermee? Goed. Wow. Het is altijd gezellig. Discord. Nee, want ik heb normaal als ik wel... Discord zit deze op. Maar die pakt alles op, jongen. Dennis gaat helemaal flip als die muziek hoort, hè Dennis? Ja, maar dan komt dat jij gewoon niet tegen muziek kan. Dat is een andere reden. Ah, hun streamen, dat mag niet, hè? Nou, dan rot op met je muziekje. Nee. Nee. Geen muziekje. Niet muziekje. Nou. Ik ben op de LAN party aangekomen. Dat had ik begrepen. Hey, Retro, welkom terug. Jullie zijn nog aan het rijden? Ja, laatste rit. Ah, we gaan alweer hard, hè? Ietsje korter dan normaal vandaag. En? Waarom een korte dit keer? Nee, ik voel me niet helemaal, 100%. Oké, dat is minder, man. Nou, valt mee, maar... Ik word zo gaar van. Ja, vrolijk worden niet van. Kabel omgebouwd of? Ja, wel wat problemen nog met het netwerk aan de gang krijgen, maar vandaag was alleen maar bedoeld voor opbouwen, hè, zodat we morgen mensen gewoon kunnen ontvangen. Ja, perfect. We hebben momenteel 1 bit binnenkomend verkeer continu ongeveer. De meeste zitten lekker buiten rond het vuur. Lekker rond de vuurkorfie. Morgen komt er nieuw hout binnen en dan gaan we even lekker groot opstoken. Lekker omheen. Met jouw hoeren wat roken. Ja. Nou, gezellig. Maar volgend jaar wat meer centrale locatie. Ik wil richting Utrecht. Dat is makkelijker voor de meeste mensen als je in die omgeving zit. Ja, precies. Net even wat beter bereikbaar. Ja. Ah, we moesten hier in een kabel, wisten we dat we moesten trekken, hè. We wisten dat we 100 meter nodig hadden als we een directe verbinding wilden van hun. Moesten we 100 meter kabel over het dak heen trekken hier, you know? Rampenvloon, joh.
Ah, het is allemaal goed gegaan. Jullie zijn nog lekker bezig met de trailer, zie ik. Ja. Ja, daar word ik vrolijk van. Dat is mooi. Ja, ik heb nou eens bij me wat je al hebt, dus... Graafje 500. Welke trailers ik heb verveling vind, zijn die trailers, die kleine witte. Ja. Ik zou je zeggen, daar heb ik vandaag helemaal geen last van gehad. Als er iemand komt die trailer aan zit, zie je nog heel je truc meegaan. Ik had een keer zo'n ding met het konvooi, want op een gegeven moment een andere, hoe noem je dat, zo'n losse truc. Die zat tegen mijn trailer aan en toen ging ik ook mee gelijk. Hoeveel dagen is de LAN-party? Ik geloof dat het 4 dagen is. Tot maandag, maar het is morgen pas officieel dat het begint. Ja. Maar voor opbouw zijn we hier al met een clubje van 10 man ongeveer. We wilden gewoon zeker zijn dat als we morgen de mensen komen, dat alles gewoon werkt, loopt. Geen gloot meer. Ja. Maar ik moet wel zeggen, Fabio, ik vind dat heel anders. Ja, ik heb mijn Sennheiser op. Die klinkt inderdaad een stuk doffer. Mensen vergelijken het altijd alsof ik mijn neus dichtknijp. Nou, dat wil ik dus net niet zeggen, maar ja, je had mijn woord uit mijn mond. Ja, dat is een beetje het effect van deze headset helaas. Weinig aan veranderen. Als ik die andere pak, dan horen jullie alles om me heen. Ja. Dat zit je niet te wachten, dus. Vandaar dat ik deze op heb. Ik filter alles weg. Niet als ik praat, maar... Ik weet niet of jullie de muziek kunnen horen op de achtergrond. Nee. Nou, dan... Ik heb er zelfs moeite door jullie te verstaan, zeg maar. Ja, leuk, joh. Voor ons is dit ook een les. Hè? Het is de eerste keer dat we dit zelf doen. En het gaat gewoon stukken verbeteren dan we hadden verwacht eigenlijk al. Ja, mooi. Ik kan dan wel even een fotootje voor jullie sturen. Ik gooi hem in het kanaaltje links. Mag dat? Dat mag. Als het u. Dat is mijn setup momenteel op de LAN party. Ga ik zo eens kijken. 3 schermen en een laptop heb ik bij me. Hoe werkt het nou? Zo, mooie computer en een mooie setup. Ja, 1 goed scherm en dan 2 oude schermen en een laptop ernaast. Niet verkeerd. Moet, mijn taak is om te zorgen dat het netwerk blijft draaien, dus ik houd het netwerk op een 3e scherm continu in de gaten. Dus voor jou niet gamen? Ja, absoluut wel. Ik ben zelfs aan het werk aan Tournamentic op het moment. Oké. Waar ben je mee bezig? Momenteel een adminpaneel om ritten die gerapporteerd worden door mensen voor. Dus ze het eerste wat ik wil schrijven is dat ze kunnen aanvragen: ik wil deze rit verwijderd hebben. Omdat die gebukt is of hij is fucked. En daarvoor wil ik ook het eerste begin maken van een adminpaneel.
Dus dat is ook wel weer interessant. Ik vind het een beetje krap. Ja, kan je alles hebben. LAN-parties, hè. Dat is wel heel wat. Ik heb al twee tafels voor mezelf. Tenminste, twee tafels, een halve tafel en een extra tafel die in de lengte staat. Het was wel slecht om hier te komen, joh. Ik heb een goede 40 kilometer binnendoor gereden. Oh. Daar ben ik niet vrolijk van. Nee. Hallo? 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 Hey, gast. Of niet? Ja,